Ja, Koen, dan rij je door Leeds, dan rij je het podium op en dan weet je dat je hier eigenlijk een heel jaar naar uitgekeken hebt, hè? Ja, absoluut. Dit is natuurlijk het hoofddoel van elke wielrenner in het peloton. Hier werk je naartoe en ja, nu zijn we hier en het mag voor mij wel beginnen. Want een pijnloos jaar, mogen we zeggen. Ja, inderdaad. Dat is ook nieuw. Ja, dat is inderdaad vrij nieuw voor mij. Dat is alweer een hele tijd geleden. En ja, daardoor heb ik ook het gevoel dat ik er nu heel goed voor sta. De andere jaren was het volgens mij ook al niet slecht in de Tour. En ja, nu eigenlijk met ja, bijna perfecte voorbereiding. Dus ja, hopelijk betaalt zich dat ook uit in prestaties. In prestaties met de sprinttrein, want daar draait het om. Je had het over 1, 2 en dat je eigenlijk toch wel meer hoopt. Op meer hoop dan 2 etappenzegers. Ja, het is altijd heel moeilijk om dat uit te drukken in een aantal overwinningen. Misschien doen wij als ploeg alles goed en is het 1 sprint gewoon duidelijk sterker en winnen we uiteindelijk 1. Nou, dan moeten we daar misschien tevreden mee zijn. Maar ja, als je bekijkt naar hoe Marcel vorig jaar was, hoe Marcel dit jaar in de Ronde van Italië heeft gereden, dan hoop ik eigenlijk wel op iets, een aantal meer dan 1. Dus met jou? Ben je beter dan ooit? Ik heb wel het gevoel dat ik beter dan ooit ben. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat ik geen probleem heb gehad dit jaar. En uiteindelijk ook mijn lichaam heel goed ken. Dus ik weet precies wat ik nodig heb om in vorm te komen. En, ja, ik heb echt wat dat betreft van de ploeg ook de mogelijkheid gekregen om voor mij ideale voorbereiding te doen. En ja, volgens mij sta ik er heel goed voor. Jij bent de man van de wereld. Hoe is deze omgeving? Hoe is Engeland? Hoe is Yorkshire? Is het wielergek? Ja, voor wat ik nu toe gezien heb wel. Ik denk dat het volgend jaar in Utrecht natuurlijk ook gekhuis gaat zijn, maar dat is het hier ook wel hoor. Ontzettend veel mensen, veel publiek, veel belangstelling. En ja, hier en daar werd de boel geroepen op weg hier naartoe, maar ja, dat kun je niet anders verwachten. Ja, mensen hier willen natuurlijk dat Cavendish wint, dat horen we ook heel regelmatig. Maar er is zeker bewondering, het is geen gemene boelroepen.